Deze reportage wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers Omen en Brabant Groen. De gemeente Oosterhout nodigt 2 maal per jaar paren uit die 50 jaar getrouwd zijn. Waarnemend burgemeester Frans Bakhuis kwam gezellig langs voor een toepasselijk introductiegesprek over het jaar 1974. En dat is het jaar waarin de paren getrouwd zijn. Eigenlijk niet zo mooi, maar 1974. Wat we ons niet meer kunnen voorstellen, omdat we dat daar, tegenwoordig dagelijks gebruiken, is dat in 1974 voor het eerst een pakje kalken werd afgerekend met de streepjes komen. Dat zit nu op alle producten, maar in 1974 was het eerst. Het zijn dus belangrijke dingen die in 1974 zijn gebeurd. En voor de muziekliefhebbers was het een treurig jaar, want het was het einde van Veronica. Het schip hield op met de uitzenden. Wie had er in 1974 oranje-bruin? Daar willen we toch even wat meer van weten. De oranje-bruine generatie had u het over. Kunt u dat uitleggen? Nou, toen wij in 1974 trouwden, waren alle accessoires en de modekleuren waren toentertijd oranje-bruin. Met een vleugje ook paars erbij. Dus ieder van ons heeft ongetwijfeld in 1974 iets in zijn interieur gehad wat groen, bruin en paars was. En dat heeft helaas de lokale burgemeester vergeten te vertellen. Want, dat is nou jammer. Ja, want dat was ook een feitje van 1974. Maar had u dat dan ook in uw bruidspak? Nee, mijn vrouw droeg zalmroze, want wit kon niet meer. Ah, oké. Okay. Het was een motje? Nee, dat niet. Nee. Nou ja, wel, wij vonden dat we met elkaar moesten trouwen. Ja. Nee, maar dat was gewoon, ja, het modebeeld was totaal anders. Als we nu die foto's terugkijken en ziet wat de jeugd nu aan bruidsreportages maakt. Ja. He, ga ook maar in tijd terug op vakantie. Je ging op vakantie naar het buitenland en je had een rolletje van 36 foto's bij je. Kijk. En dat werd afgedrukt, ook al waren ze allemaal niet zo best gelukt, want je had dan tenminste wel die foto's. Dus u bent ook in 1974 getrouwd? Ja. Ja. Was het een motje? Nee, het was geen motje, nee. Nou, weet ik toevallig dat u al jarenlang fotograaf bent bij een TSC. Ja, dat klopt, ja. Hoe lang doet u dat al? Bij TC nu, als ik zeg, jaren 15 denk ik al. Ja, ja. Okay, ja, ik zou bijna zeggen, u bent van TC, maar uw vrouw denkt er anders over, hè? Nee hoor. Ja, hij is niet van TC, hij is van mij, hè? Hey. Al 15 jaar, hè? Ja. Kijk, van harte gefeliciteerd. Ik hoorde dat u jarig ook bent vandaag. Nou, geweldig. En u bent ook getrouwd in 1974? Ja. Ook in 74 getrouwd. U heeft er ook nog een man bij? Ja, die is aan de overkant, ja. En hoe heeft u het gevierd in 1974? Ook in het oranje-bruin? Nee. Ik kan me niet zo goed herinneren. Ik had een bruidsjurk aan, hè? Een witte. Ja, een witte. Een hele mooie witte met een hoedje erbij. En we trouwden in Breda. En er zijn mooie foto's gemaakt in Kasteel Bouvier. Ja, en, ja, dat is een leuke herinnering natuurlijk ook geweest. Ja. En wanneer bent u naar Oosterhout gekomen? 50 jaar geleden. Toen we trouwden zijn we naar Oosterhout gekomen. Ja. Ja. En ook getrouwd in 1974? Ja. Ja. En wat is uw naam? Jean Avontuur, den Ekster. Avontuur. Was het een heel avontuur trouwens? Ja. Nou zie ik dat u op een u zit op een krukje met uw voet. Wat is er gebeurd? Ik had een gescheurde pees. Oh jee. Dus u had er bijna niet bij geweest? Jawel. Met gescheurde pees was ik erbij geweest, ja. En ze zeggen dat jullie van de bruin-oranje-bruine generatie zijn. Klopt, hè? Absoluut, ja. Alles. Dat zegt u niks? Nee, zegt mij niks, nee. Dat ze de kleuren van die tijd. Het interieur. Gordijnen, vloerbedekken. Gordijnen, vloerbedekken. Ja. Borden. Maar uw bruidsjurk was niet in die kleuren? Wit. Helemaal spatje wit? Ja. Het was geen motje? Nee, absoluut niet. Maar u zit zo in het hoekje. Was dat vroeger op school ook al zo? Nou, nee, daar zat ik al vooraan. Ja, toch wel? Ja, ik moest al wel bij de les blijven. U bent ook van de oranje-bruine generatie?
Ja, ja, ja. Ja. Was uw bruidsjurk ook oranje-bruin of toch in het wit? Nee, die was wit. Die was wit. Ik had wel van die zo'n overhemd van die gele punten, weet je niet? Ja, ja, ja. Van die lange punten. Ja. En uw haar was ook een stukje langer, denk ik? Of niet? Ja. Was ook wel een dingetje toen? Ja, dat was wel een dingetje. Dat was wel een dingetje, ja. Ja. Deze reportage werd mede mogelijk gemaakt door Schapers Omen en Brabant Groen.